helemaal, helemaal maar. Simon Huppelaar had zeven zonen. Zeven zonen had Simon Huppelaar. Want van deze wereld staat. Dit is de geinige glazenwasser, oftewel feestzanger René. René timmert al meer dan 10 jaar aan de weg als feestzanger. Op bruiloften, partijen, studentenfeesten, maar ook in verzorgingstehuizen. Maar wie is nu eigenlijk René Fortgens? René Fortgens is een jongen die 59 jaar geleden hier op de wereld kwam. In het mooie stadje Haarlem. En die zijn jeugd in Haarlem en in gedeelte in Overijssel en Heino heeft doorgebracht. En op zijn 21ste in Brabant terechtgekomen is. En René, wanneer kwam je erachter dat je kon zingen? Nou, ik moet... ik weet niet of ik kan zingen, maar ja, ik weet de boel wel een beetje te vermaken. En ja, ik deed het met op zingen op de ladder wel eens. En toen zeiden de mensen wat van, god, je moet er eens wat mee doen. En zo ben ik 10 jaar geleden heb ik dat nummer van de geinige glazenwasser opgenomen. Op de melodie van de vrolijke koster. Ja, en zo is het allemaal een beetje aan het rollen gegaan. Ik probeer altijd wel, en daar heb ik dan de producers mee, om een melodie te creëren die snel in het gehoor ligt. En ik probeer altijd wel wat gekkigheid in mijn nummers te brengen. Niet over de top, maar ja, wel een beetje tegen het randje aan. En ja... Om het zo maar te zeggen, het mag wel ruiken, maar niet stinken. Wat vind jij nou zo mooi aan een optreden, René? Dat je mensen blij maakt, dat je mensen amuseert. En ja, daar doe je het eigenlijk voor. Dat als je te kicken, als ze polonaise lopen, als ze staan te springen, als ze staan te lachen. Ja, we hebben natuurlijk niet zo'n hele leuke tijd achter de rug. En ja, ik mag zeggen, ik zing voor jong en oud van, zeg maar, voor carnavalsvereniging worden. Die carnavalvereniging die in een weekendje met de weg zijn in een groepsaccommodatie. Tot aan de bejaardenhuizen. Wij gaan de komende dagen een toertje door België doen. Wat is jouw connectie met België? Ja, ik ben toen Jerry van der Veeken ben ik tegengekomen. En die heeft me op wat radiostations heeft hij mij uitgezet. Wat voor interviews. En nou, dat was hartstikke leuk. Een beetje nostalgisch. Dat is... Dat kom je in Nederland niet tegen. Aan de ene kant is de studio, aan de andere kant een café. En ja, nou ja, goed. Jullie zullen het wel zien als het, als het allemaal opgenomen is. Maar dat ziet er gewoon heel leuk en gezellig uit. Gewone mensen. Ik moet zeggen, ze lopen niet zo gauw polonaise. Maar ja, het is wel wat rustiger volk. Maar gewoon heel leuk om te doen. En ik geloof dat ik in België stond ik ook voor het eerst op een heel groot toneel. Hey René, vertel eens, wat zijn we nu aan het doen? Ja, we zijn onderweg naar België en het is een beetje mistig. En we gaan straks naar een radiostation. Dan gaan we eens interviewen en ze hebben wat nummers van mij daar. Dus dat wordt wel gezellig. Was je er al eens eerder geweest? Het is een hele tijd geleden, op een zondagmiddag. En dat was, dat was best wel leuk. Het was een... Ja, je zult het zo wel zien. Er was ook een horeca aangelegenheid erbij. En, nou, het is daar in België is dat zo. Als je, heb je meestal links heb je de studio. En rechts is de, ja, dan kan je de versnapering kopen. En dat is eigenlijk een beetje zien als een café met een radiostation. Het knus en gezellig. Was dit nou illegaal of was dit nou legaal? In de laatste jaren zijn er wel wat... radiostations die de FM-frequentie moeten inleveren, maar die zijn nou te vinden op internet. Maar het is eigenlijk van vroeger her dan wat ieder dorp is niet zomaar. Er waren een hele hoop radiostations en dat was gewoon, je kan het een beetje zien, dat was in samenwerking met de Duivensport en zo, of met de voetbalclub. En je zult het straks wel zien. Zeg René, vinden ze het nou leuk dat je komt? Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Mensen uit Nederland, als je een beetje normaal doet, niet te veel capsules, niet te veel praatjes hebt, dan raak je heel gauw in de smaak bij de Belgen. Dus het is echt heel leuk volk. Het is een dankbaar volk. Ja,
Je zult het wel zien. En wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes. Familie Radio, enjoy. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de kloten gaan. Laat dan ook maar rot en schrijven, hij kon niet meer op zijn benen staan. De fles speelde een grote rol. Ja, onze Belgische rode duivels. Welkom maar bij First Kiss met Yo-Yo Honey Sings. Leuke studio. Een beetje. Ja. En heb de weg goed gevonden? Ja. Hallo, hallo. We hadden alleen een beetje viel op de rand van, van Antwerpen. Altijd ellende. Ja, ja. Ja. Of ja, de Antwerpse ring. Ja. René, vertel ons eens aan onze luisteraars. Wie is feestzanger René vanaf geboorte tot aan je 18 jaar geworden bent? Ja. Wat is er zo allemaal doorgegaan? Dat is allemaal doorgegaan. Op mijn 18e woonde ik nog in Haarlem. En daar was ik al... disjockey in wat discotheken en wat clubs. Toen heb ik ook meegedaan aan de Afro-stop op discowedstrijden in de ver verleden. Toen ben ik tot de halve finale gekomen. Dat was keileuk. En toen ben ik op mijn 21ste naar Brabant verhuisd. Daar in wat discotheken gedraaid. En toen ben ik mijn eigen schoonmaker- en onderhoudsbedrijf begonnen. Toen heb ik een jaar of 10 geleden heb ik voor de geinige glazen was er opgenomen. En zo is het gedonder in de glazen een beetje begonnen. En natuurlijk krijgt René alle aandacht bij Radio Enjoy. Het eerste interview zit erop. En hoe vond je het gaan, René? Ja, apart. Ik was daar nog nooit geweest. Ik dacht dat ik er een keer geweest was, maar dat bleek achteraf er niet. Maar een heel leuk station, hele leuke lieve mensen. En weer een goede promo, dus... Ik ben toch een half uur onderweg geweest en het zag wel heel professioneel uit, ja. Ja. Die man heeft wel zijn ziel en zaligheid ingelegd. En wat wordt het volgende adres? Waar gaan we nu naartoe? Een hotelletje in Antwerpen. En tegenover dat hotel heb je een haven. En in die haven lag vroeger het oude Veronica-schip. Ik heb daar een paar jaar gelegen. En best mooi hotel, dus van best Westernen. En dat ligt aan de zijkant van de stad en dan gaan we vanavond maar het nuttige met aangename vereniging in Antwerpen. Hè? Maar ik moet je wel zeggen, William, in Antwerpen staat geen mannekepis. Dus ja, je zult het met mij moeten doen. En na een avondje stappen in Antwerpen geeft René nog een korte rondtour. Roy. Het spijt me, ik heb het niet verstaan. Waar zijn we nu, René? We zijn nu in Kinrooi bij Radio Monza. Ja. Mooi weer, hè? Radio Monza is een streekradio en daar draaien ze veel Nederlandstalige muziek en een beetje ook wat Engelstalig. En altijd gezellig. Gezellig. Ik kom hier meestal op donderdag bij Papa Leone. En wel een tof tentje. Loop maar eens mee. Radio Monza, het nieuws. En hoe zijn jullie eigenlijk ooit begonnen? Wij zijn begonnen op een keukentafel met een klein bandje. En zo zijn wij begonnen. Okay. Naderhand zijn we naar een garage betrokken. Toen naar een schapenstal. En tenslotte hebben we zelf een studio gebouwd. Ja. En op dit moment zitten we nu een jaar of 12, 13 hier. En hoe lang is dat geleden dat jullie op... We bestaan nu 31 jaar. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be. En wie bent u? Vertel het ons even aan onze luisteraars. Tot zij weet ook van wie zit er bij mij hier achter mij in de studio. Ik ben feestzanger René en ik ben 59 jaar geleden in Haarlem geboren.
En 10 jaar geleden heb ik voor De Gein een nummertje opgenomen, een plaatje, een liedje. Dat heette De Geinige Glazenwasser. En zo is het gedonder in de glazen begonnen eigenlijk. En de mensen vonden het leuk. Je hebt nu net die uitzending gehad. Hoe was dat? Hij was een beetje overvallen dat ik kwam. Ik zei, in mijn goede tijd overviel ik bank. Ik zeg tegenwoordig de dishockeys. Maar we hebben een leuk interviewtje gehad. Ik heb het even Oranje nog genoemd. Ik heb jou nog genoemd dat je al 10 jaar mijn vaste cameraman was. Dus heel gezellig. Is het nou bijzonder dat je zo'n Nederlands artiest op bezoek krijgt hier? Ja, we krijgen meerdere artiesten hier voor interviews. Mensen die echt bekend willen worden via onze radio. Dat heeft deels te maken natuurlijk ook met het Nederlandstalige lied wat wij verkondigen. Ja. En wat we zeker blijven aanhouden. We hebben natuurlijk zoals een artiest zoals hij, die valt echt in de smaak bij onze luisteraars. Dat is het hoofd. Want wij bestaan in hoofdzaak voor 80% uit Nederlandstalige verstaanbare muziek. Wat is nu het verschil tussen een Belgisch artiest en een Nederlands artiest? Ik denk dat een Belgisch artiest dat steeds moeilijker wordt om die te krijgen. Dat heeft dan te maken natuurlijk met het financiële en alles. Maar een Nederlandse artiest die is potter in omgang. Die zijn meer opener en laten we zeggen vrijer in al wat ze brengen. En het was nog lang onrustig in Kinrooi. Maar we moeten door. Voor vanavond staat er een optreden gepland in het parochiehuis in Noorderwijk. En geef hem een super overdonderd applaus. De allergrootste feestzanger van Nederland. Hier is voor jullie de man of only, feestzanger René. Hallo, en natuurlijk na afloop van het optreden handtekeningen zetten op de foto met alle fans. Wie zien we daar? Natuurlijk de superster in België, Andy de Wit. En na een heerlijke nacht slapen in een fantastisch hotel gaan we weer op weg. De derde dag. Maar wat hebben we gisteren allemaal meegemaakt? Het was wel geweldig in het parochiehuis. Ze hadden mij zo even dan in het programma ertussen gedouwd. En dat was wel grappig. De Amsterdamse medley en Oh Darling gedaan. En allemaal op het oude publiek. Dus dat slaat wel aan. Hij was ook reuze gezellig bij Radio Monza. Dus niks mis. Maar we hebben een hele goede dag gehad. Nieuwe ideeën opgedaan voor singles. En leuke mensen ontmoet. Ja, dat smaakt gewoon naar meer. Ja, België is wel een beetje mijn land. Ja. Nou, we zijn onderweg naar Radio Lichtaart en daar moeten we om een uurtje of 9:30 moeten daar zijn. En daar wordt ook een interviewtje afgenomen. En van Lichtaart is een plaatsje. Dan hebben we een half uurtje is het rijden naar Poppel. Dat is aan de grens bij Tilburg. En dan gaan we naar Radio Paloma. Dat is een hele iets aparts. Daar hangt de studio vol met heksen. Dus niet. Ja, naar de Hazenstraat. Niet mijn schoonmoeder of jouw schoonmoeder. Maar dat is gewoon, dat zul je straks wel zien op, de opnames. Dat is echt een aparte gelegenheid. Dus. Na een poosje rijden zijn we op bezoek bij Radio Lichtaart. Waar onze René met alle egards wordt ontvangen. De beste wensen nog, hè? Dat is Bechten. Hey. Ook komen we de wereldberoemde Jerry van Veeken tegen. Jerry, vertel eens wat meer. Wij zijn hier in Lichtaart, bij Radio Lichtaart, dus een lokaal station dat eigenlijk het Nederlandse lied en het Vlaamse lied ondersteunt, net zoals TV Oranje doet. Dus we houden hier ook van de muziek van eigen bodem. Hé, hey, Jerry, hoe kijken jullie nou tegen die Nederlandse artiesten aan? Ik vind die hartstikke gezellig. Die zijn veel opener, veel losser. En daar kan je feestje mee bouwen. Waar bestaan jullie van?
Wij bestaan voor het overleven van adverteerders. Maar nu sinds de corona is dat helemaal wel teruggelopen. Dus het is wel minder geworden tegen vroeger. Maar ja, we houden goede moed en eenmaal komen weer de zeven vette jaren. Een goedemorgen, dit is weer Radio Lichtaard op Appel natuurlijk. En dit weer met ontbijtradio deel 1. Straks krijg je het vervolg, maar eerst nog een interview met feestzanger René. En interview met Gus Vlader erbij. Elke zondagochtend, dit is de 9 en 11. Welkom, goedemorgen. Hoe gaat het eigenlijk nu? Loopt het allemaal? Ja, het begint allemaal weer een beetje te lopen. Hè. Dat, die anderhalve meter is bij ons weg. En ook hier heb je geen mondkapjes meer nodig. Nee, dus de wereld begint een beetje open te breken. Ja, te zijn in de bus op de trein heb je die nog wel nodig. Hè. Ja, dat wel. Dat houdt mij ook wel tegen. Ja. Ik vind het, is het een jaar echt geweest van stilte? Wat moet ik nu gaan doen? Nou ja, een paar keer opgetreden via de livestream, via Facebook en dat soort dingen. En dan ontmoet je toch wel dingen en dan was die anderhalve meter, dat zag je niet. En ja. Ook wat illegale feestjes gedaan en ja, dan merk je ook wel dat als ze een twee biertjes op hebben, dan worden die anderhalve meters vergeten. Ja. Jaren kom ik bij Radio Lichtaard en die draaien regelmatig mijn muziek en ook één keer per jaar doen ze dan hebben ze een middag waar artiesten optreden en daar ben ik heb ik een keer opgetreden en dus waarschijnlijk 16 januari zit er weer wat aan te komen, dus nee, alleen maar leuk, ze snijdt het best aan twee kanten. Waar gaan we nu naartoe? Dan naar Poppel, naar Radio Paloma. Dat is in het buitengebied van Poppel en dat is een heel grappig studiootje, dat zit vol met heksen en dat zou je straks wel zien, links is de studio en rechts kan je wat versnaperingen krijgen, kopen. We zijn er bij Radio Paloma. Una paloma blanca. De uitbaatster van dit station en café staat al meer dan 40 jaar achter de toog en heeft de grootste heksenverzameling van de Jans België. Waarom is Radio Paloma zo populair? Dus de gemoedelijkheid, de volksheid, dat is ook de reden dat ze eigenlijk Vlaanderen's nummer 1 zijn. En ze zijn natuurlijk grensradio. Dat is in een notendop Radio Paloma. De stem van de regio. En je bent nu helemaal op de Belgische tour vandaag, hè? Want je bent een beetje noorden van België aan het onveilig maken. Niet alleen vandaag. We zijn William en ik, de cameraman die al 10 jaar clips met mij opneemt. Zijn we vrijdag in België gestart langs een x-aantal radiostations. En gisteravond een mini-optreden gedaan, ook voor de camera. En gewoon heel gezellig. We noemen ook het item feestzanger René op de Belgische tour. Ah, ja. En zo komt er een einde aan ons driedaags bezoek aan België. Samen met René blikken we thuis terug op deze dagen. Het was een bijzondere ervaring wat ik heb opgedaan. Vooral dat eerste radiostation was ik nog nooit geweest. En de inzet van die mensen, wat ze doen voor de artiesten, dat is echt Belgisch. Ze gaan ervoor tot aan het botten toe. Die mensen die vinden heel veel respect van Enjoy Radio. En ja, het avondje Antwerpen was natuurlijk ook leuk. We zijn in een bepaalde vroegje geweest en gewoon de sfeer van vroeger die kwam er helemaal terug. De tweede dag zijn we naar Monza geweest, Radio Monza in Kinderooi. Dat was weer een heel ander radiostation wat we zagen dan waar we eerst waren bij Enjoy.
ook leuk. Je ziet ook, die worden in stand gehouden door verenigingen, door mensen die al jaren lid zijn. Zo'n station bestaat al 40, 41 jaar. En ik hoop dat ze blijven bestaan. Ik heb dan ook vandaag bij in Paloma een oproep gedaan aan de jeugd dat ze massaal als dishockey naar buiten moeten komen. Gisteravond natuurlijk in een parochiehuis opgetreden bij Carina. Die heeft wat tijd voor me vrij had gemaakt voor wat opnames. Nou, gewoon heel leuk, heel hartelijk. En de optredens die daar weer uit voortkomen. De ideeën wat je opdoet, de inspiratie. En dan vandaag bij Lichtaard, Radio Lichtaard. Bij Radio Paloma met Jerry van der Veeken, die je begeleidt, die je rondrijdt, die je probeert verder te helpen. Nee, gewoon heel warm, heel mooi, heel geweldig. Hey René, Rudy Winters is iets bijzonders voor jou, hè? Rudy Winters, die ben ik tegengekomen in Benidorm met de feestweek georganiseerd door Annie de Wit. Daardoor is een bepaalde vriendschap ontstaan en die heeft me ook eigenlijk het eerste grote optreden groot voor groot publiek in België bezorgd. Dat was De Nacht van Gunnigem met Sam Koris, Selm Segers, Danny Fabri en Christophe. Dat zijn toonaangevende artiesten in België. En ja, Rudy Winters is helaas een paar maanden geleden overleden. En ja, ik vind ook wel dat hij in dit item, in deze opnames, deze film hoort. Wat is nou het grootste verschil tussen België en Nederlandse radiostations? In België ben je nog artiest, dan wordt er heel veel aandacht aan je besteed. En ik moet zeggen, ik was bij Omroep Vlaring. Maar ga je echt naar de grote stations, daar zijn die zangertjes zoals ik, die zijn een nummer. En dan moet je hun vinden dan dat je om hun nek moet vliegen, dat je nummer gedraaid wordt. En in België dan, ja, als je daar eenmaal geweest bent en dat je vanuit Nederland daar naartoe komt om hun te bezoeken, dat vinden ze geweldig. En dat gaat ook wel een heel vervolg gaat dat krijgen, dat weet ik zeker. En zo kwam er een eind aan onze reis door België. Een korte samenvatting van René. Ik kwam, ik keek en ik begreep.